Ik heb vandaag gewoon een normale schooldag. We beginnen met biologie. En bio kan heel erg leuk zijn omdat je bijvoorbeeld practicum gaat doen. Geen, hebben we niet, toch? Dan gaan we eens kijken wie van jullie kan het beste proeven. Maar goed. Ik hoef alleen water. Ik heb voor deze school gekozen omdat ik het een hele gezellige school vind. Je krijgt er heel veel aandacht. En ik vind hier de docenten heel leuk. Vandaag gaan we het hebben over de zon. En als die aarde om die zon heen draait, dan gaat die in één jaar om de zon heen. Anne-Marie, mag zo mee. We hebben nu aardrijkskunde. Ik vind aardrijkskunde ook best wel leuk. Maar soms is het best wel ingewikkeld omdat je van alle woorden gewoon goede betekenis moet weten. Welk deel van de aarde heeft op dit moment de hoogste zonneschijn? Mijn leukste vak vind ik drama, omdat ja, je kan er gewoon heel erg jezelf zijn. En nou, je acteert dus in het Engels. En we hebben een hele leuke docent die echt de raarste dingen bedenkt. Nou, wiskunde vind ik zelf niet heel leuk, maar ik sta er wel gewoon goed voor. En dat komt omdat alles heel goed wordt uitgelegd en heel duidelijk wordt uitgelegd. Elk jaar organiseert het Maarland een wetenschapsquiz en dan moet je dus vragen beantwoorden. Je leert voor het eerst jongleren. Wat is het verschil tussen jongleren met 3 of met 4 ballen? Met 3 ballen raak je alle ballen aan en dan gooi je ze zeg maar over. De jury heeft weg. En het Maarland is gewoon een heel leuke school in het algemeen en je doet er heel leuke dingen. En ik hoop dat jullie allemaal naar het Maarland gaan. Nee.